Goeiedag. Ja, een prachtige lentedag vandaag. Veel blauwe lucht, stapelwolken die voorbij schuiven. Het is droog in Nederland, maar helaas, morgen is dat weer anders. Op de satellietfoto is dat heel duidelijk te zien. We zien Nederland dan in het opklaringsgebied liggen. Er zijn natuurlijk wel stapelwolkjes aanwezig, maar wat vooral opvalt is dit dikke pakket bewolking dat onze kant op gaat komen. En dat betekent dat we vannacht en morgen ook overdag met veel bewolking te maken gaan krijgen. En daar valt af en toe ook wat regen of motregen uit. Laten we maar eens naar het Amerikaans model gaan kijken. En die pakken we op in de nacht, dus in de nacht van woensdag op donderdag. Dan zien we neerslag boven de Noordzee liggen en ook nog wel wat minder neerslag, wat lichte neerslag boven Groot-Brittannië. Dat is eigenlijk dat frontale systeem, daar zit die bewolking ook bij. En dat komt dan onze kant op. Wat we verder ook zien is een hoge drukgebied boven Frankrijk en Centraal-Europa. En dat hoge drukgebied wordt de komende dagen best wel een beetje dominant. En dat betekent ook dat na dit wat mindere weer op de donderdag het geleidelijk aan weer beter gaat worden. Ik ga u dat mooi laten zien aan de hand van de animatie. We zien hier dat er morgen wat neerslag overtrekt, maar dat dan toch dat hoge drukgebied iets meer invloed gaat krijgen. Andere storingen worden op afstand gehouden. Die worden meer naar het noorden gedrukt. En vrijdag en zaterdag kan dan ook de temperatuur mooi gaan oplopen. Het wordt rustig weer op die vrijdag en zaterdag. Maar als dan het weekend vordert, gaat er wel weer wat veranderen. Want in de loop van zondag krijgen we te maken, en dan zet ik weer even de pauze aan, te maken met een meer noordwestelijke stroming. Eerst nog wel wat hoge drukinvloed. Dus die zondag ziet er qua weerbeeld niet verkeerd uit. Maar de temperatuur die gaat wel weer wat dalen. En dan, volgende week, dan krijgen we een heel ander weerbeeld voorgeschoteld. Dan is het een stuk frisser en ook weer wisselvalliger. En dan moet echt toch wel weer de winterjas aan, denk ik. En zeker ook de paraplu bij de hand worden gehouden. Want storingen vanuit het noordwesten komen onze kant op. Op de Noordzee hebben we toch wel weer te maken met een soort van glijbaan die neerslag onze kant op kan brengen. Maandag is een zeer wisselvallige dag, maar ook dinsdag en woensdag houden het niet droog. Met lage temperaturen, ik kom daar straks op. We zien dat weerbeeld met die noordweststroming nog wel eventjes doorgaat. Kortom, volgende week een stuk kouder. In de bovenlucht, is toch wel aardig om even te laten zien hoor, is dat ook wel mooi te zien dat we begin volgende week met die koude lucht te maken gaan krijgen. We pakken hem even op weer in de nacht van woensdag op donderdag. Over het algemeen zachte lucht. We zien de temperaturen op 1500 meter hoogte ook wat oplopen. In het weekend te maken hebben we met 8 graden. Maar dan vanaf zondag komt daar die koudere lucht. U ziet het, die blauwe tinten. En dat blijft dan ook even zo. De temperatuur gaat zelfs op 1500 meter onder nul. Dat betekent dat je aan de grond amper nog aan 10 graden gaat komen. Kortom, dat frisse weer dat zit er echt wel aan te komen. Goed, vandaag dus dat mooie weer, morgen een bewolkt weerbeeld met dus ook van tijd tot tijd regen of motregen. Er staat ook een stevige wind uit het zuidwesten, vrij krachtig vaak, windkracht 5. Temperatuur loopt op naar zo'n 14 of 15 graden. En verder, de regendruppels die vallen. Geen grote hoeveelheden die er worden verwacht. Maar motregen, miseregentje, dat is allemaal wel mogelijk. Ik heb wel het idee dat het morgen in de middag geleidelijk aan allemaal wat droger gaat worden. Maar die bewolking die blijft nog wel even overheersen. Als we dan naar de vijfdaagse gaan kijken, dan zien we vrijdag en zaterdag voor het midden van het land temperaturen van 18 graden. Weet je nog, die wat zachtere lucht komt onze kant op. Het blijft ook droog. Dat is in ieder geval het beeld dat we hebben. En die 18 graden, in het zuiden van het land, daar kan het zelfs boven de 20 graden gaan worden. Zondag is dan een overgangsdag, want dan komt die koelere lucht onze kant op. Het is nog wel een droge dag, denk ik. 13 graden wordt het maximaal in het midden van het land. En maandag en dinsdag, dat zijn dan die zeer wisselvallige dagen met regen en die lage temperaturen. Ook de nachten worden dan weer een stuk frisser. En verder, die wind uit het noordwesten gaat die geleidelijk aan waaien. In de pluim is dat ook wel allemaal goed te zien, hoor. Dat we echt eventjes door een dalletje heen moeten volgende week. Als ik even het potloodje aanzet, dan zien we in eerste instantie op vrijdag en zaterdag die hogere temperaturen terug. Dat is heel duidelijk. Maar dan die lagere temperaturen die erin komen en best ook lang stand houden. Ook de nachttemperaturen die zijn laag rond de 5 graden. Aan het eind van de pluim zien we weer een ander profiel. Dan krijgen we toch een beetje dat zaagtandidee. En dat betekent dat er waarschijnlijk wat meer hoge drukinvloed gaat komen. En dat je dan te maken gaat krijgen overdag met zonnige perioden en nachten die wat helderder kunnen gaan verlopen. Dan gaat die temperatuur in de nacht natuurlijk onderuit. Kijk eens, we zien zelfs dat die temperatuur uiteindelijk misschien wel rond het vriespunt gaat uitkomen. Dit is dan die 5 graden, maar hier zien we dan die temperaturen richting het vriespunt opschuiven.
Wat kan ik u nog meer laten zien? Nou, ik wil u toch ook wel heel graag laten zien dat we een paar mooie dagen gaan krijgen. Want die donderdag, daar hebben we het net over gehad, dat wordt een bewolkte dag. Maar vanaf vrijdag en ook zaterdag wordt er flink wat zon verwacht. De bewolking die aanwezig is, is vooral hoge bewolking waar de zon makkelijk doorheen gaat komen. Maar volgende week, ja, dan is het toch over het algemeen vaak bewolkt. En is er voor de zon weinig ruimte met die noordwestelijke stroming. En daar past natuurlijk ook neerslag bij. Dat kunnen we hier heel mooi zien. Die vrijdag, zaterdag en zondag, dat zijn allemaal dagen die zo goed als droog gaan verlopen. Heel misschien op zondag later een bui. En dan die maandag en dinsdag, ja, dat worden kletsnatte dagen. Dat is wel duidelijk. Aan het eind van de pluim zien we wel weer duidelijk dat die neerslagkansen naar beneden gaan. Dus we gaan een paar mooie dagen tegemoet na de donderdag en volgende week een frisse week. Maar daarna zie ik toch echt wel weer herstel. Ook in 30-daagse kaarten zien we heel duidelijk dat beeld. Nog een fijne dag.